in de herfst van 2001 verloor ik mijn pa, mijn ma en mijn zus. Bam, bam, bam. Toen verloor ik mijn baan, toen mijn huis en toen mijn geld. Bam, 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 bam. Ja, waarom wil je zo graag de beschermengel zijn? In het echte leven heb ik dus al een paar keren mensen van de stichting opgevangen bij me in huis gehad. Dat was toen de tijd met de kerst. De man is al overleden. En die leefde ook echt in diepe armoede. Ja, tot op een gegeven moment was ik bij het leger des Heils. Bij mijn woonbegeleider. En toen belde Laurens me of ik die man wilde opvangen. In goed overleg ook met het leger des Heils. Mocht hij tot na de kerstdagen bij hem blijven. En daarna bracht ik hem over naar een crisiscentrum. Maar een hele tijd heb je dus echt iets voor hem kunnen betekenen. Ja. En dat is ook wel weer fijn om dat te kunnen en te mogen doen, toch? Ja, zeker. En daarom is die rol van beschermengel jou op het lijf geschreven. Ja, en dat is in feite zo met Frans ook gebeurd. En nog steeds help ik hem overal mee. En het wordt gewoon gewaardeerd. Wij zijn doorgeslagen in het idee van zelfredzaamheid. Waarom? Waarom zouden wij ons niet kwetsbaar op mogen stellen? Als een hert solitair zou moeten leven. Sterft het? Het heeft zijn kudde nodig. In hoeverre herken jij jezelf in die rol die je vandaag speelt? Nou, die herken ik niet alleen bij mezelf, maar die herken ik ook in de hele wereld zo'n beetje. Omdat er heel vaak dingen voorkomen in het nieuws en zo, vooral buitenlandse nieuws en dat soort dingen. Dus op basis van die informatie wat ik daar vangt, doe ik dit eigenlijk om toch een beetje een soort push te geven aan die situatie en vooral aan het onrechtvaardigheid van de mensen die zoveel problemen mee hebben, vooral kinderen en zo. Het is de eerste voorstelling die we nu spelen buiten Zwolle. De voorstelling wordt heel goed ontvangen. We zijn begin maart begonnen met in eerste instantie repetities. En toen kwam de corona. En toen mochten we niks meer. En toen kwamen de versoepelingen, werden toen aangekondigd. En toen dachten we, oké, we moeten afstand van elkaar houden. Hoe gaan we dat doen in onze klassieke opstelling met een tribune? Dat kon niet meer. Dus toen zijn we gaan nadenken over hoe kunnen we dat dan gaan doen. En toen dachten we, we gaan het publiek uit elkaar trekken. Dus 1,5 meter afstand van elkaar. Op dit moment is het zelfs 2 meter afstand van elkaar. Maar we gaan ook de spelers uit elkaar trekken. Dus ook niet de spelers meer op 1 podium, maar ze staan verspreid over 9 podia. We hebben 9 spelers, dus iedereen heeft zijn eigen podium. Zijn eigen corona-huiskamer, zijn corona-balkonnetje, gecreëerd ook door de spelers zelf. En op die manier kunnen we nu helemaal corona-proof de voorstelling spelen, zie de mensen.